Nu moeilijk voor te stellen, maar tot eigenlijk in de helft van de jaren 60 was seksualiteit toch vooral een taboe. En een taboe betekent, het wordt misschien wel gedaan, maar je kunt er niet over spreken. Je kunt het niet laten zien, er zijn geen afbeeldingen van. Dat was een heel sterke situatie voor de mensen van toen, dat ze eigenlijk niet wisten wat allemaal kon, wat de mogelijkheden waren van seksualiteit. Dat ze ook niet beelden hadden daarvan, geen afbeeldingen, waren allemaal maar heel erg moeilijk te vinden en heel erg mondjesmaat beschikbaar. En dat begon toen allemaal snel te veranderen. Vroeger ben je grootgebracht met taboes. Als het woord buste zei, dan kreeg je al een oude mond. Ja. Als er een mop vertelt, wat ga jij maar koffie malen? Je hoorde niets, ik moest een kind krijgen, ik wist niet eens wat het uit moest komen. Het waren in de jaren 60 vooral organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. 250.000 leden, een grote eigen uitgeverij, een blad Sextant met honderdduizenden oplagen en eigen radio- en televisieuitzendingen die heel veel informatie gaven over seksualiteit op een hele nieuwe manier. Met veel duidelijker beelden, met veel duidelijker teksten, zodat mensen echt wisten waar het over ging, wat het betekende en wat het ook voor hen zelf zou kunnen zijn. Dat zijn dus echt de nieuwe dingen uit die tijd die we dan ook sterk in de literatuur weer terugzien. FSH was ook een organisatie die zorgde voor middelen. Dat was ook nodig, want alleen als je deel was van een vereniging, dan kon je wettelijk gerechtvaardigd aan middelen komen. En wat waren die middelen voordat de pil er kwam, begin jaren 60? Dat was natuurlijk het condoom in verschillende soorten. Dat waren zaaddodende pasta's die op het condoom werden gesmeerd. En dat was het pessarium. Nederland is van het begin af aan heel erg enthousiast voor de pil geweest. Nederlandse vrouwen zijn nog altijd het grootste percentage pilgebruikers in de wereld. En dat komt dankzij de Nederlandse farmaceutische industrie in die tijd. En die in Nederland door de huisartsen in overleg met de vrouwen massaal werd voorgeschreven. Ik heb toen meegemaakt dat een vriendinnetje van mij ongewenst zwanger werd. En daar heel veel moeite mee had. Heb bij mezelf gedacht, dat wil ik niet meemaken ooit. Dus voordat ik ooit met een jongen naar bed gegaan ben, ben ik naar de studentenarts gegaan om een pil te krijgen. Het begin van de Rutgers Stichting was men heel erg ook bezig met anticonceptie. Later is dat veel breder geworden en heeft men ook veel meer dingen gedaan voor in seksualiteit en dat soort dingen. Maar in die beginperiode was het echt anticonceptie en voorzichtig en niet zwanger worden. Kijk, en dit is bijvoorbeeld de Egeltjescampagne. Die is ook helemaal uit het beginperiode, uit de jaren 70 ongeveer. En daarin wordt gezegd van, hoe doen twee egeltjes het heel voorzichtig? En dat was ook een hele uitgebreide, langdurige campagne waar men veel mee gedaan heeft. Begin jaren 60 was Nederland nog altijd een heel religieus land. En in dat religieuze land kwam plotseling de pil en de pil werd heel populair. Maar ja, 40% van de bevolking was katholiek. Maar een heel populaire bisschop in die tijd, bisschop Beckers van den Bosch, was gewend om regelmatig een televisiepraatje te houden. En in een van die televisiepraatjes, het allerberoemdste in de geschiedenis van zijn leven wat dat betreft, ging over de verantwoordelijkheid van het katholieke echtpaar voor de geboorteregeling, voor de regeling van het aantal kinderen in het gezin. Dames en heren, veel wordt tegenwoordig gesproken en geschreven over geboorteregeling. De spreiding van de geboorte is binnen de verantwoordelijkheid van de mens komen liggen. Een van de dingen die toch ook wel met de seksuele bevrijding samenhing was de vrouwenemancipatie.
leek wel dat de seksuele bevrijding voor allebei hetzelfde was. Maar voor veel vrouwen vond het toch wel, het leek toch vooral in het voordeel van de man. Er was de pil, er was de vrijheid en wie kon er nog nee zeggen tegen toenaderingen. Vrouwen gingen toch ook heel anders kijken naar hun eigen rol wat dat betreft, maar ook hun eigen rol in de samenleving. Nou, dit is wel een prachtige foto. Met dat spandoek. Het was natuurlijk eind jaren 60, begin jaren 70. Was er geen internet om te communiceren. Dus het spandoek en de affiche, dat waren de belangrijkste dingen om je boodschap te verspreiden. Maar misschien was toch wel het allerbelangrijkste dat je naar buiten bracht dat het geen individueel probleem was. Dat als je ontevreden was als vrouw met je thuisige taak, hè, of als je je niet gelukkig voelde in een huwelijk, of als je niet aan bod kwam seksueel in bed, of wanneer je kinderen moest krijgen terwijl je daar zelf geen zin meer in had, of überhaupt geen kinderen wilde, kon ook. Al die dingen, dat geen individueel probleem was. Het allerbelangrijkste was dat wij het tot een collectief probleem maakten. Dat was het belangrijkste. En we hebben wel niet alles binnengehaald wat we wilden, maar het was een van de belangrijke democratiseringsbewegingen uit de jaren 60 en 70. Maar dat zeg je pas nu. Aan het eind van de jaren 60 leek het ineens of alles kon, of alles vrij was, of iedereen alles mocht. Je zag dat op het gebied van de muziek, je zag het in de romans, je zag het in de beelden die getoond werden van mensen die naakt waren, met elkaar naakt waren. Seksuele activiteit die ook open en bloot getoond werd. En heel bijzonder was dat natuurlijk toch ook wel in de Nederlandse film van die tijd. Een hele beroemde film in meer dan 100 landen uitgebracht, Turks Fruit, wat echt laat zien, om het zo te zeggen, hoe vrij seksualiteit kon zijn en mocht zijn, kennelijk in die tijd. De muziek van die film is altijd heel beroemd gebleven en voor veel mensen nog altijd een herinnering aan de jaren, eind van de jaren 60, begin jaren 70. Een bijzonder element van de seksuele revolutie in Nederland is natuurlijk de emancipatie van de homoseksuelen geweest. Ook dat begon al in de jaren 60, maar werd in de decennia daarna steeds duidelijker en ook steeds zichtbaarder. Er zijn mensen naar voren getreden, Nederlandse schrijvers, Nederlandse kunstenaars, Nederlandse wetenschappers, die zichzelf als het ware presenteerden als homoseksueel. Dat heeft ook heel erg geholpen om de acceptatie in de samenleving tot stand te brengen zoals die op dit moment is. En nog altijd is Nederland het land waar die acceptatie van homoseksualiteit en homoseksuelen het verst voortgeschreden is van eigenlijk alle westerse landen. Een enorm gevoel van opluchting, dat er dus wel meer openheid kwam. Kon je persoonlijk veiliger voelen. Het feit dat taboe toch langzamerhand doorbroken werd. En dat je niet meer iedere keer als je iemand tegenkwam weer voor de beslissing stond, ga ik het nu vertellen of ga ik het niet vertellen. Omdat het vertellen steeds makkelijker werd. Eind jaren 70 had je de Roze Zaterdagen, dus er kwamen ook steeds meer openlijke manifestaties waar ineens heel veel mensen bij elkaar waren die gezellig samen met elkaar feest vierden en zeiden van we zijn er trots op dat we hier kunnen zijn wie we zelf willen zijn. Dus dat was natuurlijk een enorme bevrijding. Je kon het over meer onderwerpen hebben. Mensen gingen er niet meer automatisch van uit dat je wel zou trouwen en kinderen zou krijgen. Dus je persoonlijke scope werd veel breder. Dus er is echt wel een heel groot verschil geweest. In de jaren 80 bleek eigenlijk hoe sterk de gevoeligheid was geworden voor ongelijkheid in seksuele relaties. Ongelijkheid in de zin van dat ene partner macht uitoefende ten opzichte van de andere partner, dwang ging uitoefenen. Dat werd als onacceptabel gezien en ook als een risico gezien. En de andere kant was toch de ongelijkheid in de relaties tussen volwassenen en kinderen, tussen oudere mensen en kinderen. Begin jaren 80 nam het aantal geslachtsziekten enorm toe en daar kwam ook nog eens een keer AIDS overheen.
En omdat aids eerst bij homoseksuele mannen werd geconstateerd, was er veel angst dat het een versterking van de discriminatie van homoseksualiteit zou betekenen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Het was zo nodig om informatie te geven over hoe aids werd overgedragen en hoe je je daartegen moest beschermen door veilig te vrijen, dat uiteindelijk aids-problematiek vooral tot meer openheid en juist niet tot meer discriminatie heeft geleid. Er wordt op scholen, op lagere scholen, op middelbare scholen, wordt wel natuurlijk verteld over wat seksualiteit inhoudt. En dat is meer dan het beroemde verhaal over de bloemetjes en de bijtjes. Of alleen maar vertellen over waar de kinderen vandaan komen. Het gaat toch ook over seksueel gedrag en de seksuele houding. Het is normaal geworden in het Nederlandse onderwijs om daar heel direct en open aandacht aan te besteden. En ook vanuit de ouders is daar eigenlijk geen bezwaar tegen om dat te doen op soms een hele kleine, zeer gelovige groepen na. Maar in principe wordt op scholen seksuele voorlichting gegeven in de ruimste zin van het woord. In de jaren 90 wordt seks natuurlijk steeds gewoner en zo wordt het ook gezien. Maar tegelijkertijd wordt het ook steeds commerciëler en ontstaat er een hele industrie van tijdschriften, magazines, films, cd's die een heel expliciet seksueel karakter hebben zonder meteen allemaal seksuele handelingen te laten zien. Tegelijkertijd zie je dat ook toch de behoefte aan seksuele voorlichting blijft bestaan. Maar dat kan dan ook wat openlijker dan vroeger. Op televisie, gewoon op het open net, verschijnen allemaal programma's die daar twee te maken hebben. Een heel beroemd programma was Seks met Angela, waarin heel openlijk over seks werd gesproken. Alles werd benoemd en alles werd getoond. En wat dus gewoon in de huiskamer 's avonds voor iedereen zichtbaar verscheen. Kijk maar, spiraaltje. Tretretre, dat is dit. Dat is een ankertje, wordt in je baarmoeder gebracht. Het voordeel van het spiraaltje is dat je een hele tijd niet zwanger kan raken. Maar het beschermt niet tegen geslachtsziekten. Wat nog meer? Condoom. Vrouwencondoom. Tada, dit is het vrouwencondoom. Heel groot. Het is heel veilig. Het is veilig tegen zwangerschap. Ja, voor mij voelde het een beetje, omdat ik net afgestudeerd was, alsof de mensen zoiets hadden van, oh, eindelijk een seksoloog die er iets wil over vertellen. Want ik werd wel ineens gevraagd voor heel veel zaken. Want we hadden het uiteraard over SOA's en over allerlei ziektes en zo, en over problemen. Maar we durfden het ook al eens hebben over bijvoorbeeld, hoe kan je goede orale seks geven? Dat soort zaken. En dat was du jamais vu, zoals we in het Frans zeggen. Ik ben er 100% van overtuigd dat de media een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Al is het maar dat zij woorden hebben aangereikt. Op een duidelijke manier, op een genuanceerde manier. En niet uitsluitend in heel medische termen, maar dat je kon zeggen, nou ja, weet je wat, je glans en dat dakgootje en dat draadje waarmee je voorhuid dan vasthangt. Dat je echt heel in detail een woordenschat kon aanreiken. En dat maakt op zich al een hemelsbreed verschil. Als je wil dat mensen over seks gaan spreken tegen hun arts, tegen hun geliefde. En dat denk ik echt wel dat die grote media, dat die daaraan meegewerkt heeft. Om dat makkelijker te maken om daarover te spreken. Ja, ontegensprekelijk. In de jaren 90 is alles wel zo'n beetje op zijn plaats gekomen. Abortus provocatus is voor wie het nodig heeft al een hele tijd beschikbaar in abortusklinieken en wordt betaald door de zorgverzekering. De morning after pill kan als het nodig is bij de drogist gehaald worden. En aan het eind van de jaren 90 gaat het thema spelen, kunnen homoseksuelen ook met elkaar trouwen? En in 2001 is dan het moment dat er voor het eerst in Nederland wettelijk de mogelijkheid is voor gelijkgeslachtige paren om met elkaar te trouwen. En dat gebeurt dan ook voor het eerst in Amsterdam. Iedere Nederlander heeft een huisarts, een vaste huisarts, waar je gratis naartoe kunt. Waar je dus ook
die geen verantwoording hoeft af te leggen aan je ouders bijvoorbeeld dat je daar naartoe gaat. En toch zie je vaak dat jongeren het ook wel prettig vinden om buiten de sfeer van de eigen huisarts, de familiedokter, vragen te kunnen stellen, informatie te kunnen krijgen over seksualiteit. En dan is het prettig om anoniem of helemaal ongezien, dat je dus via de telefoon contact kunt leggen. Daar zijn speciale spreekuren aan de telefoon voor, speciale telefoonlijnen voor. Of dat er spreekuren zijn bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten of bij Sense, waar je zo binnen kunt lopen en informatie kunt krijgen. Vandaag de dag hebben vooral jongeren te maken met nieuwe risico's. De laatste 10 jaar zijn natuurlijk de sociale media steeds belangrijker geworden. Zeker ook voor jongeren die er ook seksuele contacten soms mee verbinden en zichzelf ook seksueel tonen, bloot of in een seksuele pose. Jongeren moeten echt goed weten en er ook over voorgelicht worden wat de risico's zijn van jezelf voor een cameraatje tonen. Terugkijken, het valt eigenlijk vooral op hoe georganiseerd de seksuele revolutie in Nederland is geweest. Er zijn heel veel partijen die zich daarvoor hebben ingezet. Huisartsen hebben heel snel de pil gezien als een heel goed middel om vrouwen te helpen hun gezinsvorming tot stand te brengen. Je ziet ook organisaties zoals destijds de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming en de Rutgerstichting, die veel voorlichting hebben gegeven en ook ruimte hadden om spreekuren te organiseren voor mensen met seksuele problemen of vraagstukken over seksualiteit. Het is niet zo dat je kunt zeggen, het is gedaan, het is klaar. Nee, het blijft voor elke nieuwe generatie, voor elke nieuwe jaargang van scholieren, elke nieuwe groep migranten die aankomt, blijft het toch weer een belangrijke taak om te zorgen dat ook zij de toegang hebben tot de goede middelen en ook het juiste gedrag en de juiste houding hebben ten opzichte van een seksualiteit zoals we die vandaag de dag als goed en gezond definiëren, zodat het plezierig is voor alle partijen. Alles bij elkaar kun je zeggen dat we eigenlijk kijken op een ontwikkeling die misschien wel afgesloten is. Er zal niet zoveel meer veranderen. In Nederland gaan jongeren niet eerder met elkaar naar bed dan in andere landen, maar ze doen het wel beter beschermd in het algemeen. Dat zijn wel de dingen waar we trots en tevreden mee zijn.